Mensen beseffen niet hoe oud dit vakgebied is. Dat is iets wat ik constant merk. Dus ik wil heel graag weten, hoe zag het eruit in de jaren 90? God. Was het niche? Nee. In de jaren 90 was er eigenlijk de vorige neurale netwerken boom was net bezig. Hè. Ik herinner me nog dat we dan met de studiereizen naar symposia gingen, waar dan met groot enthousiasme over backpropagation, hè, dus de leertechniek die toen, zeg maar, baanbrekend was. Heel wat mensen denken dat AI iets is van de laatste 5 jaar. Ja, ik zeg, ja, sorry. Ik ben dat 40 jaar geleden met een thesis rondgedaan. De visie van professor Steels, maar ook dat team als Vivian Jonkers, Walter van der Velde, Chris van Marken, die eerste generatie, dat was toch van, hoe gaan we dingen die voor de gebruiker buiten de universiteit heel fantastisch lijken, hoe gaan we daar onderzoek naar doen? Niet met de bedoeling van daar op korte termijn onmiddellijk een valorisatie van te krijgen, maar vooral wat betekent dat op lange termijn? Kennisrepresentatiesystemen, zo wat. Expertsystemen is daar dan een uitvloeisel van, maar dat is dan, moet je kunnen, op het moment dat je top op expertsystemen bent, dan zeggen van, ik stop, ik ga naar autonomous agents, ik ga genetisch algoritmen, waar ik alles mee nog te leren heb, ontwikkelen als onderzoeksgroep. Volle fair, hè. En dat vind ik zo, chapeau aan. Ja, maar ik denk dat we dat eigenlijk altijd een beetje gehad hebben op het lab, hè, waar dat. En dus eigenlijk een beetje de voorloper van dingen. Hè. We hebben daarnet multicriteria vermeld. Wij waren een van de eerste om daar op te beginnen. En dan hebben we mensen van, waarom zou het daarvan wakker liggen? Hè? Maar als ik kijk in het begin ook, hè, Luc Steels zelf, Germanist, hè, taalachtergrond. Ja. Er waren kunstenaars op dat lab. Ja. Hè? Peter Pijls met Hoe ga ik een trompet en andere. Hè? Ludo Kuipers, ja. Hè? Die er composities maken. Hoe ga ik systemen bouwen die daarbij helpen. Dus dat was heel gevarieerd. Ik denk dat het nu nog gevarieerder is. Ja? Dat er nog veel meer interesse ook van andere vakgebieden is in het hele AI-gebeuren. Maar toen ook al was de blik van het AI-lab heel ruim. En besefte Luc van, met alleen maar ingenieurs of licentiaten informatica ga ik er niet komen. Dus ik wil daar veel breder gaan. Die connectie met MIT, dus hij kwam op dat moment van MIT, denk ik. En dan Patty Maas, die nu op MIT ook hele belangrijke dingen doet. Is dat iets belangrijk geweest? Misschien onderschat ik de ambitie om in België daaraan te beginnen. Dat heeft wel een vonk gekregen vanuit. Ja, ik denk sowieso. Hè. Er kwamen ook regelmatig assistenten en proffen op bezoek. Ja, hè. Ja, ja. Marvin Minsky, zat op het Dartmouth-ding. Richard Stallman, van de hele GNU-beweging, komt van het AI-lab op MIT. Ja. Dus je brengt die filosofie, die manier van werken, ook die omgeving naar hier. En dan zet je, in België zijn er mensen, intelligente mensen genoeg. Als we die alles geven qua omgeving, manier van samenwerken, qua technologie, wat komt daar dan uit? En je hebt iemand nodig, zoals Luc Steels, met een visie, die zegt van, we gaan dat niet beperken, we gaan dat opentrekken. Ik ben daarvoor eigenlijk ook naar de VUB gegaan, hè. Oorspronkelijk door bijvoorbeeld Luc Steels op televisie te zien en daarover horen te vertellen. Toen wist ik van, dat wil ik ook doen. En er waren zoveel interessante topics aangaande ook met robotics destijds. Er was heel veel RoboCup als ik student was. Vond ik super, super spannend. Wat het eigenlijk heel moeilijk maakte om een topic te kiezen. Ik ben dan meer in die adaptive systems en multi-agent met Bernard en Anne gegaan. Er heerste voor mij een sfeer van, Feynman zegt het met een mooie quote, almost anything is interesting as long as you look into it deeply enough. Dat was de atmosfeer die voor mij het AI Lab uitstraalde. Zoals dat ook in de AI gaat, was het ook met de interesses van Luc Steels, dus de geschiedenis van het lab. Dus hij was heel erg geïnteresseerd in robotica, een bepaalde vorm van robotica. Ook geïnspireerd op de natuur.
maar met hele eenvoudige controlesystemen. Hè? Dus robots waar eigenlijk bijna geen intelligentie in zat. En op een gegeven moment kwam Luc Stilster dus achter dat je daarmee toch niet zoveel kon doen als er gehoopt was. En dat die robots complexere interne representatie hadden. Taal. Dus was er een verschuiving van de interesse in het lab naar taal. Het is een onderzoekslijn die al heel oud is in het lab. Ik zou zeggen sinds de jaren 90 eigenlijk. Well, de roots nog langer, maar echt werken op taal en emergentie van taal in populaties van artificiële agenten is een, denk ik, een core topic van het lab. En anderzijds is het ook onze droom om dan systemen te maken, applicaties, die dus een meer mensachtige taal hebben, dus een mensachtig redeneervermogen. Humans are fundamentally creative animals. That's what allows us to invent all the stuff we're using here today. I'm interested in the kind of AI that specifically focuses on the ability to invent new things. Great. So, Felipe Gomez, I did my PhD at the AI lab. Now I have my own company. We do bionic technology. And my task is to implement AI in this bionic technology. We focus on amputees, so people that have lost their limbs. And our vision here is to ensure that our devices adapt to the user. So we learn that we profile the way they walk. We profile them, we ensure that the user then feels like they have their limb back. Een heel mooi ding aan het AI lab hier is dat het heel multidisciplinair is eigenlijk. Want ik heb dus in de KEI Leuven gewerkt en dan in Thomas More. En dat was voornamelijk meer machine learning. Terwijl hier zitten er echt van heel veel verschillende disciplines samen. En we werken ook, we zitten ook echt samen. Er zijn zeer weinig plaatsen waar de manier van kijken naar de dingen heel breed is en vrij fundamenteel wordt nagedacht. Ik herinner mij uitnodigingen van allerlei soorten mensen die in het kader van het AI-lab kwamen spreken, die echt niet alleen AI-experts waren. En daar komt enorm veel inspiratie en kruisbestuiving uit. Ik denk dat AI een van de weinige wetenschappen is, binnen technische wetenschappen, waar je dat kan organiseren en verdedigen. Biologische inspiratie, sociale inspiratie, economische inspiratie enzovoort. Het AI Lab is nu 40 jaar. Ja. Hoe lang ben jij bezig in AI? 35 jaar. 35 jaar, ja. Maar we zijn 88 begonnen. En Katja was mijn eerste doctoraatstudent. Dus Katja is moet wel eerlijk een van bekennen. Mijn kindjes. Ja, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik toen niet dacht, ik ben AI bezig. Hè. Die van het AI Lab, die waren voetbalrobotjes aan het maken. Hè. Dat waren de mensen die met hardware bezig waren, terwijl ik graag software schreef en nadacht over lerende software. Ja. Dus voor mij was dat op dat moment nog niet echt de echte AI. Ik weet het niet. We noemden dat ook computational modeling, omdat ik dat vanuit een wiskundig standpunt bekeek. Ja. Dus. En waren dat dan specifieke dingen die je probeerde lerend te maken? Of was dat heel fundamenteel? We waren toen al multi-agent systemen. Ja. Wij waren een van de eerste. Een van de dingen waar we mee gestart zijn, was eigenlijk hoe vinden mensen compromissen? Je hebt zo die theorie van de game theorie. Je hebt een spel en je probeert samen naar een equilibrium te gaan zonder te veel te communiceren met elkaar. En dat is wat we dan als basis gebruikt hebben tussen onze lerende software om gecoördineerde lerende systemen te maken, terwijl ze toch allemaal echte onafhankelijke lerende systemen waren. Ik denk dat heel veel werk te doen is rond explainable AI. Ja. Vandaag komen AI-systemen met bepaalde antwoorden, met bepaalde suggesties. Op wat is dat gebaseerd? Ja? Welke modellen zitten erachter? Kunnen zij dan zeggen van kijk, ik heb die en die en die sources gebruikt, bronnen gebruikt, om tot die conclusie te komen? I think that the lab is, in my modest opinion, is in a very good path towards developing explainable AI, for example, in reinforcement learning. Because of the expertise that there is already there of in reinforcement learning and multi-agent systems for many, many years, they are pioneers in developing explainable reinforcement learning, which I think is a very important subfield of explainable AI. In 1983 hadden wij LISP-machines met een A4 hoogresolutie scherm.
ook met een muisinterface, volledig in een programmeertaal, Lisp, geschreven. Volledig, ik ga niet zeggen open source, maar alle systeemcode was beschikbaar. En dus we konden heel snel gaan kijken van waar zit het probleem en zo verder. Dus qua apparatuur zaten we echt wel heel, heel goed. Ja. En er was ook genoeg funding op dat moment. Hè. Dat was een beetje zo vergelijkbaar met de dotcom-hype. Hè. Ja. Waarbij je vroeger, einde jaren 90, zei dotcom en je werd gefund. Als je, laten we zeggen, begin jaren 80 zei ik begin iets met AI-lab. Oh, oké, expertsystemen, tok. Toen al. Toen funding. Maar dat is dan heel sterk gegroeid met het hele, denk ik, Strategic Defense Initiative, Star Wars-programma van Ronald Reagan. Dus dan werd er heel veel met geld gesmeten. Maar dan, na de peak of inflated expectations, hebben we altijd, zoals in Gardner, de trough of disillusionment. Ja. Ja, het levert toch niet echt op wat we dachten dat het zou opleveren. En dan werden plots de budgetten fel ingekrompen. Ja. En Luc Steels is toen, dus laten we zeggen einde jaren 80, heeft hij het expertsysteem gebied wat laten liggen en is die meer gegaan naar subsymbolic computing. Dus alles met genetische algoritmen, autonomous agents. Patty Maas, die nu op MIT werkt, is gestart met de autonomous agents groep bijvoorbeeld. Ik weet dat Luc heeft gedaan in de tijd, beginnende met expertsystemen. Ik heb toen dat vak nog gehad van Luc, rond expertsystemen. Daarna zijn we moved naar de robotics, naar de systeem van hoe moeten dingen programmeren op een biologisch. Dus eigenlijk die ideeën van de biologie overnemen, hoe dat zo'n systeem geprogrammeerd worden om dan autonoom te kunnen bewegen in een omgeving. Nadien werkt met Bernard rond evolutionaire computation, zijn taal-evolutie, het werk van Anne rond reinforcement learning. Het AI-lab heeft wel al sinds de start in haar DNA van heel interdisciplinair te zijn, van die brede kijk op AI te hebben. Computer science, obviously, maar ook wiskunde, robotics, economics, psychologie, al die language, en ik denk al die specialisaties. Dat multidisciplinair is absoluut super, super interessant. Ik denk dat heel veel problemen vanuit een gesimuleerde aanpak kunnen benaderd worden. Ik denk dat we daar met onze hele brede reinforcement learning kennis heel veel impact kunnen maken. Hè. Maar ik denk dat ook uniek is aan het AI-lab, is dat we proberen ook altijd samen te werken met experten. Hè. En die expertise te gebruiken om onze modellen te informeren, maar ook om onze methodes te verbeteren. En dat die interactie, dat essentieel is om naar vooruitgang te komen. Hè. Maar het interdisciplinaire is altijd wel een insteek geweest, typisch van het lab hier. Hè? Van mensen samen te brengen van een andere achtergrond eigenlijk, om samen over die problematiek na te denken. Dat maakt het lab wel volgens mij uniek. Het AI-lab moet vooral blijven doen waar ze goed in zijn, hè? Dat creatieve combineren met heel veel verschillende expertise en blijven vooruitdenken, blijven die visie uitstralen. Wat zijn de grote vragen, hè, voor de toekomst in AI? En dan denk ik in de eerste plaats op dit moment dan, wat gaat er gebeuren als al die foundation models op de wereld losgelaten worden en met elkaar interacties hebben? Hoe gaan we dat tot een goed einde brengen? Ik denk dat er daar heel interessante vragen zijn. Voor mij is het belangrijk dat AI-lab niet te veel probeert mainstream te zijn en een beetje probeert de luis in de pels te blijven, zo om alternatieve dingen te doen. En dat heeft voor mij Luc altijd een voorbeeld gemaakt, van dat die kwam met insights van verschillende domeinen, dat niet puur ging over engineering of weet ik veel wat, maar dat echt ook wel duidelijk inspreekt als rond kennis over linguistiek of kennis over biologie. En dat is ook geen mij altijd gefascineerd in die domeinen. Ik zie dat ook, dat het AI-lab die cultuur bewaart en echt verder zet. Ik denk echt dat dat een succesrecept is. Iets wat we echt moeten koesteren en bewaren, dat kan. Ik denk dat de grootste impact die wij kunnen hebben ligt in het feit dat wij mensen opleiden die veel weten van AI, maar ook veel weten van wat doet AI met de maatschappij enzovoort. Zodat die mensen op een geïnformeerde manier kunnen bijdragen aan de technologische ontwikkeling, maar ook het beleid en de politiek rond AI. Ik denk dat we ver gekomen zijn. Hè. Dus, maar ja, dat er nog heel wat te doen is ook. En
Ik denk dat het ook voor studenten een zeer exciting time zijn om aan AI te werken, omdat we nu wel echt op punt staan dat we echt heel uitdagende problemen kunnen beginnen aanpakken.